Goedemorgen. Middag, avond, ik weet niet wanneer je het kijkt, voor mij is het morgen. Leuk dat je kijkt naar mijn Hoebe YouTube kanaal. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. We gaan Get Ready With Me doen met de Shop My Stash van deze maand. Twee weken, drie weken, zoiets is het geweest. Er zijn ook de hele warme dagen geweest, dus die heb ik niet opgemaakt. Want ik voelde me niet onwijs lekker in mijn vel. Dus we gaan beginnen met te waaieren, want het is warm in huis. Phew. Ik heb net de dagcreme zo aangebracht. Ja, voor jullie lijkt het of ik mijn haar iedere dag hetzelfde heb. Dat is niet zo. Maar ik hou gewoon niet van los haar. Ja. Ik hou wel van, zeg maar, nu heb ik een soort drie staarten. Die ik dan zo door zichzelf heb gehaald. Dus ik krijg een soort vlechtmodel. Nou ja, gewoon elke dag wat anders. Ik ben ook dol op gewone klemmen. Waar is nou die klem die ik gisteren? Oh, daar. We gaan beginnen met de Pore Perfector Poreless Blur Primer van Catrice. Nogmaals, mijn spiegel staat daar, zoals ik schuin kijk. Dan heb ik de concealer van de Kind and Free van Rimmel. En dan doen we hier een dingetje boven de wenkbrauwen, want daar heb ik veel roodheid. Rond de neus. En een heel klein beetje op mijn vlekken. Probeer het in eerste instantie een beetje te stippelen om het op dezelfde plek te houden. Ik hoef natuurlijk niet allemaal heel mijn gezicht onder de concealer te hebben. Maar wel waar het extra rood is, zeg maar, wil ik graag. Dan heb ik natuurlijk ook de Kind and Free, ja, skin tint noem ik het maar. En die geeft echt voor een skin tint een verdacht goede dekking, hoor. Even wat stippen alsof je waterpokken hebt over heel je gezicht. En dan gaan we weer met de kwast. Ik doe een stippel en dan trek ik zo, zeg maar. Maar niet een... Kleine bewegingen.
Zo. Ik had weer te veel gepakt. Even met de spons overheen. Om het mooier te laten inblenden. Deze spons, hè? Deze is van de Action. Geweldig. Super zacht. Die zit dan in zo'n eierdop. Dit is mijn schoonmaakspons. In de eierdop. Ik denk dat ik er nog een ga halen het weekend. Dan heb ik er één voor mijn schoonmaakspons en één voor mijn make-up spons. Die ik op dat moment gebruik. Oké. Ja. De poeder van de Kind & Free line. Ik moet zeggen, het creased wel snel. Dit is een hele fijne, dunne poeder. Puffjes van de Essence. En een heel klein beetje met de kwast overheen. Voor het overtollige weg te halen. Dit is gewoon voor mij everyday, hè. Het is niet zoals dat ik nu... dit is de Max & More. Om weer een beetje dat poederiger af te halen. Het is niet zo alsof dit voor mij... Oh hier. Dat ik nu dit doe voor de voor jullie Get Ready With Me. Dit is voor mij gewoon echt elke dag. Ik doe dit elke dag. Verschillende producten, maar ik doe dit elke dag. Dan heb ik... Ja, ik heb de cream bronzer van Revolution gepakt deze maand. Maar ik ga de Holiday Skin Luminizing bronzer even gebruiken. Bronzen doe ik over het algemeen niet echt heel veel. Want mijn lichaam kleurt ook niet echt namelijk. Zo. Dit vind ik genoeg. Heel klein beetje. Zo. Dan heb ik de blush box van Catrice. En dit is... Ja. Laat zien. Sorry. 010.
Zo, een beetje blush. Dan heb ik twee highlights gepakt. Dit is ook van Catrice. De 010. En de... Ik kan niet zien wat er staat. Maar ik gebruik de rozige. Die vind ik gewoon mooier. Zo. Overal gewoon een beetje van. Ik had ook nog een liquid blush gepakt. Dat is deze van Revolution Pro. Maar vandaag even niet. En voor de... Voor de ogen had ik deze Shadow Bombs gepakt van Revolution. Ik ga even tightlinen. En even de binnenkant van mijn ogen. Die helemaal rood zijn van de allergieën. Zo. Nou, zullen we zo'n shadow bomb opdoen dan? Word altijd een beetje nerveus van dat product, omdat het heel shimmy is. Gewoon een heel klein kleurtje op de ogen. Meestal doe ik niet een hele grote, een hele heftige ooglook. Over het algemeen is dit het. Eén kleurtje en klaar. Even krullen. Ik heb de Chanel mascara. Deze heb ik toch al sinds. Ik denk november. Dat ding droogt niet op, zeg maar. Die mascara, die blijft. Dat blijft gewoon een natte formule. Heel apart. Vind ik niet zo fijn over het algemeen. Even de wenkjes doen. Ik probeer altijd eerst de onderkant zo. Dit is een potlood van de Age Perfect line van L'Oréal. En dan gaan we gewoon kleuren. Ook tegen de richting in, dan kleuren de haren allemaal mooi mee. En de staart.
Ja, ze zijn gewoon niet gelijk, maar ze zijn ook niet even dik, zeg maar. Dus ik moet altijd een beetje, bij deze moet ik altijd een beetje tweaken. Dit is mijn goede wenkbrauw, zeg maar. Aan deze heb ik ook gewoon minder haar, minder model of zo. Ik weet niet wat dat is. Iets lager. Ja. Maar dit is voor mij de perfecte kleur. Oké, nog een laagje mascara. Geeft mooi effect en het borsteltje past op een of andere manier precies op mijn ogen. Maar het is gewoon niet mijn favoriet. Want ik had ook alweer gesmust. Dan heb ik een Catrice Lip Foundation lippenpotlood. Gewoon nude. En deze matte lipstift van Catrice. Moet daar een klosje overheen? Ik doe altijd even blenden, want ik krijg altijd zo'n harde lijn hier. Op een of andere manier pakken lippenstiften nooit hier voorbij die lijn. Dat is bij de meeste mensen zo, denk ik. Nee, ik vind het wel goed zo. Ik doe een klein beetje settingspray op Super Dewy van. En nu heb ik gelijk mijn mascara. Kijk, dit bedoel ik. Heel irritant. Nou, dat gaan we dan maar weer weghalen. Er zit een haar in mijn oog. Oh, nu zit het echt overal. Nou, ik ga het even schoonmaken. Bedankt voor het kijken naar mijn nieuwe YouTube-kanaal. Het gaat bij iedereen wel eens mis. En dus ook bij mij. Dit is niet wonderlijk. Leuk dat je gekeken hebt. Waar is die haar? Heb ik hem? Ja. Leuk dat je gekeken hebt. Even tijd doorgebracht met dit filmpje. Jeetje, dit filmpje. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende weer. Doei.